Eerst iets eenvoudigs. In de 16e eeuw observeerde Galilei een schommelende lamp en hij mat de periode van de schommeling door zijn eigen polsslag te nemen. Hoe kunnen we een schommelende slinger beschrijven? Zijn uiteinde beweegt op de blauwe cirkel. Die cirkel plaatsen we op de cilinder. Elk punt van de cirkel stelt een positie van de slinger voor. Het rode punt bijvoorbeeld is de positie helemaal onderaan. En de snelheid, de rode vector, wordt eenvoudigweg beschreven door een getal, positief als de slinger in één richting draait en negatief in de andere. We kunnen dit getal aangeven in de verticale richting van de cilinder. Een punt op de cilinder beschrijft dus de positie en de snelheid van de slinger. De eerste coördinaat op de basis vertelt ons waar de slinger is. En de tweede, verticale coördinaat, vertelt ons hoe snel hij draait. We laten nu de zwaartekracht haar werk doen en we observeren de slingerbeweging. Let op, we veronderstellen eerst dat er geen enkele wrijving is. De slingerbeweging zal nooit stoppen. Als de beginpositie vrij laag is en de beginsnelheid niet te groot, is er een regelmatige schommeling. Dat weten we allemaal. Als we hem wat forser in gang zetten, misschien te fors, dan draait hij helemaal rond. Dit is nog altijd een periodieke beweging, maar niet op dezelfde manier. Bekijk de baan op de cilinder. Die baan volgt een vectorveld. Nu de meer realistische situatie waar we veronderstellen dat er wrijving is. De oscillatie vermindert langzaam en de slinger heeft de neiging om te stoppen. Herinner u de theorie van Aristoteles. De slinger is teruggekeerd naar zijn natuurlijke positie, helemaal onderaan. Hier is het bijhorende vectorveld, op de cilinder. De banen komen uiteindelijk onderaan terecht, waar de slinger stilhangt. Die evenwichtspositie noemen we een stabiele attractor. Een schommel met wrijving is dus niet zo leuk, want uiteindelijk valt hij stil. Het is leuker als er iemand duwt, zodat de schommel heel hoog gaat. Dat is trouwens ook de mening van de jonge man op het schilderij van Fragonard. Hij lijkt erg geïnteresseerd in de schommel. We bekijken nu een slinger die naast de zwaartekracht en wrijving ook onderworpen is aan de stuwkracht van een kleine straalpijp. Een moderne slinger met een kleine straalmotor. Laten we bijvoorbeeld de slinger duwen, maar alleen als zijn snelheid en uitwijking kleiner zijn dan een bepaalde waarde. Als de slinger langzaam vertrekt, wordt hij geduwd en hij versnelt, totdat het duwen ophoudt omdat hij te snel gaat. Dan doet de wrijving haar werk. En de slinger vertraagt tot de stuwkracht weer in actie schiet, enzovoort.
Ten slotte stabiliseert de beweging zich in een periodiek regime. Poincaré noemt zoiets een limietcyclus. In zekere zin is dit het tegenovergestelde van chaos. Een periodiek regime, alles in cadans. Dit noemt men het faseportret op de cilinder. De limietcyclus in het rood. We zien een spiraalvormige baan die na een tijdje opgaat in de periodieke baan. Bekijk dit voorbeeld uit de ecologie. Het model van Lotka Volterra uit de jaren 1930. Twee populaties wonen in eenzelfde gebied. Meestal neemt men konijnen en vossen. Met wat meer fantasie nemen wij eenden en waterlelies. Stel je voor dat de eenden de waterlelies opeten. Als er weinig eenden zijn, worden er weinig waterlelies opgegeten. De waterleliepopulatie kan dus snel groeien. Als er veel waterlelies zijn, hebben de eenden veel te eten en hun aantal zal stijgen. Maar veel eenden eten veel waterlelies. Als er minder en minder waterlelies zijn, hebben de eenden weinig te eten. En hun aantal neemt af. De cirkel is rond. En alles kan opnieuw beginnen. We kunnen de situatie op elk ogenblik voorstellen door een punt op een vlak. De eerste coördinaat stelt het aantal waterlelies voor en de tweede het aantal eenden. En dat beschrijft een vectorveld in het vlak. Als we een baan van dit vectorveld volgen, krijgen we na verloop van tijd een limietcyclus. De populaties van eenden en waterlelies zullen uiteindelijk op een periodieke manier schommelen. De overtuiging dat bewegingen zich, misschien na een korte overgangsperiode, uiteindelijk stabiliseren door te stoppen of door periodiek te schommelen, heeft lang de wetenschap gedomineerd. Een van de eerste stellingen in de theorie van dynamische systemen door Poincaré in de late 19e eeuw leek dit te rechtvaardigen. Die stelling gaat over vectorvelden in een vlak. Stel je een vectorveld voor zoals dit. We kennen het niet heel precies, maar we weten hoe het zich gedraagt in de buurt van deze cirkel. Neem een baan die de cirkel binnendringt. Naar waar kan die gaan? Wel, de stelling van Poincaré-Bendixson beweert dat er twee mogelijkheden zijn. Ofwel zal de baan zeer dicht een evenwichtspositie benaderen, zoals hier. Dat is wat we gezien hebben bij de gedempte slinger. Ofwel zal de baan een limietcyclus benaderen.
Hoe kunnen we zoiets bewijzen? Hier is het belangrijkste idee. Neem een punt op de cirkel en kijk hoe zijn baan de cirkel binnengaat. We stoppen bij een punt P. Bekijk nu de banen in de buurt van P. Is het mogelijk dat de baan verder gaat en weer terug in de buurt van het punt P komt? Stel dat ze terug voorbij komt in een punt Q. Bekijk het stuk van de baan tussen P en Q, gevolgd door het lijnstuk QP. Dit vormt een gesloten kromme, die de rand is van een zeker gebied, in het blauw getekend. Je ziet het, de baan die begint bij Q gaat het blauwe gebied binnen en kan er niet meer uit. Ze is gevangen. Om eruit te geraken, zou ze de boog PQ moeten kruisen. Maar twee banen kunnen elkaar niet kruisen. Waarom? Wel, als twee banen door hetzelfde punt zouden gaan, dan zou dat in tegenspraak zijn met de stelling van Cauchy-Lipschitz. Door elk punt gaat maar één baan. Ofwel moet de baan, die begint in Q, het lijnstuk QP kruisen. Maar op dat lijnstuk wijst het vectorveld naar de binnenkant van het gebied en niet naar buiten. Zo zien we dat de baan van P wel kan terugkeren in de buurt van P, maar daarna is ze veroordeeld om er nooit nog terug te keren. Men zegt dat er geen recurrentie is. Dat is het belangrijkste idee van de stelling van Poincaré-Bendixson. Deze stelling is het begin van wat men de kwalitatieve theorie van dynamische systemen noemt. Zelfs als men een vectorveld niet goed kent, kan men vaak het gedrag van haar banen begrijpen. In het geval van een vectorveld, in het vlak gaat alles goed. De banen worden meer en meer periodiek, of ze benaderen een evenwichtspositie. Maar Poincaré zal al snel ontdekken dat zijn stelling alleen geldig is voor velden in twee dimensies. Dat wil zeggen voor erg kleine systemen. Vanaf drie dimensies zullen we zien dat de situatie veel, veel, veel rijker en mooier kan zijn. Het is gedaan met de vriendelijke limietcycli. Welkom in de wereld van de chaos.